zijn vandaag op Lego World, waar wij het langste Lego treinenspoor ter wereld gaan bouwen. We vragen alle kinderen die Lego World bezoeken om ons te helpen. Ze krijgen een stukje rails of een aantal stukjes, anders dan gaat het natuurlijk wel wat lang duren. En die mogen ze met behulp van een van onze studenten neerleggen. We gaan het wereldrecord proberen te verbreken. Dat staat nu op 4 kilometer, dus hij gaat sowieso langer worden dan 4 kilometer. We hebben een hele week om te bouwen, maar we verwachten eigenlijk dat deze wel binnen een paar dagen gelegd is. Want er zijn een heleboel kinderen die ons komen helpen vandaag. Dus we denken dat hij eigenlijk morgen al wel dat we het record hebben gehaald. Lego World dit jaar heeft onder andere de life-size Bugatti, die helemaal van technische onderdeeltjes is gemaakt. Wat natuurlijk echt wel een eye-catcher is als je binnenkomt. Het Lego treinenspoor, het wereldrecord, is natuurlijk een leuke om mee te maken. Een zwembad gevuld met Lego. Hoe is het nou om zo te zitten in een Lego zwembad? Nou ja, het is wel heel erg leuk, maar het doet wel pijn als je ergens anders wil heen lopen. Wat vind je het leukste hier aan Lego World? Nou, je kan overal gewoon heen. En je hebt verschillende, bijvoorbeeld Star Wars en Friends en City en zo. En nou ja, je kan gewoon, ja, zoals dit, gewoon heel erg creatief. En dat is ieder jaar weer anders.